Hallo. Ik ben Maarten van Efficient. In herbekeken onze nieuwe videoreeks gaan we op zoek naar wat de echte impact is van HR-beleid. We bespreken één initiatief met verschillende mensen binnen hetzelfde bedrijf. Vandaag ga ik naar John Jane, een audiovisueel productiebedrijf en spreek ik met Katrien, hun zaakvoerder en twee van haar medewerkers, een freelancer en iemand vast in loondienst. Het topic: hoe je in en retentie kan verhogen in een sector waar veel veranderd is sinds de coronacrisis. Hallo, dag Katrien. Dag Maarten. Bedankt dat we weer mochten zijn bij John en Jane vandaag. Nu, Katrien, jij bent de zaakvoerder hier bij John en Jane. Ben je dan ook de verantwoordelijke voor HR of is dat nog iemand anders? Ik ben niet verantwoordelijk voor HR. We hebben eigenlijk gekozen om onze HR uit te besteden. Oké, okay, en waarom dan die keuze voor een externe? Omdat wij waren eigenlijk vroeger maar met drie mensen vast in dienst. En dat kon ik zelf al wat managen. Maar in corona hadden wij de tijd als bedrijf om strategisch na te denken. En we hadden dan gekozen om meer mensen vast in dienst te nemen. En ik had daar de know-how niet over. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat implementeren? Um, en dan hebben we gezegd van oké, okay, dan moeten we wel kiezen voor iemand extern. Die ons daar goed kan in begeleiden. Oké, okay, en op welke vlakken bieden ze dan die ondersteuning? Is dat dan recrutering voornamelijk, of het personeelsbeleid? Dat is eigenlijk op verschillende vlakken. Sowieso hebben we iemand die voor ons recruteert. Vroeger deed ik dat zelf, en dat was altijd uit buikgevoel. En eigenlijk is dan niet altijd de juiste manier. Dus we hebben eigenlijk iemand die ons helpt bij recrutering. We hebben iemand die ons helpt bij de dagdagelijkse HR. Dat gaat van evaluatiegesprekken tot de administratie daarom, tot de payroll, alles erop en eraan. En dan hebben we eigenlijk nog iemand die ons strategisch begeleidt. En dat is eigenlijk een team van drie mensen. En dan zitten wij per kwartaal eigenlijk echt samen om strategisch ons HR van John en Jane verder uit te stippelen. Oké, okay. en deze mensen, ja, het zijn externen. Dus hebben die dan ook in dezelfde mate als iemand die vast op payroll hier vijf dagen in een week is? Hebben die genoeg informatie van de organisatie? Of, of hoe blijven zij ingeënt met de bedrijfscultuur van Was, John Engine? Ze worden ook wel een stukje ondergedompeld in onze bedrijfscultuur. Uh, die hebben ook intakes hier gedaan. Uh, maar die kennen ook de mensen, doen de evaluatiegesprekken als er externe activiteiten zijn. Uh, bijvoorbeeld, wij noemen dat de ronde tafels. Daar komen die ook. Uh, en zo leerden onze mensen hen kennen en omgekeerd leren ze ook wel de waarden en normen van John en Jane kennen. Dus dat vraagt ook wel een inspanning van hen. Ah, ja, okay. ja, ja, waarschijnlijk. Want als ze ook dan nog eens voor verschillende klanten werken, ja. zijn er verschillende bedrijfsculturen die ze ja. zich eigen kennen. Ze werken hier het liefst. Ze werken hier het liefst. Ja, moest je de keuze hebben? Ik ja, heb eerst externen gekozen omdat je nog met zeer weinig. En, en die nood was nog niet groot genoeg. Zou je opteren voor iemand hier dan in huis te nemen op termijn, nu je groter bent? Op op termijn denk ik dat dat een logische keuze is. Ik denk dat je altijd met externen kan beginnen, maar dat je dan op termijn wel naar een, naar een ander systeem moet gaan. Maar zij leren ons heel veel en we moeten die kennis gebruiken en we gaan eerst met hen de stappen nemen die nodig zijn en dan... Kunnen we strategisch inderdaad kiezen voor een huis dat te doen? Maar er, er zit heel veel verschillende kennis bij de recruiter, bij die dame die dag, dagelijks het uh, uh, HR-beleid doet. En het zit daar ook een firma achter, die ook bij heel veel andere mensen of bij heel veel andere bedrijven werken. En die kunnen ook heel veel ja, know-how delen. Dus dat helpt ons wel direct om heel, heel sterk te schalen okay. in ons HR-beleid. Ja, dus die expertise en dat ja. over het muurtje kijken bij ja, andere organisaties. En dat netwerk, ja. en dat netwerk ja. helpt echt. Ja. Laten we dan misschien eens kijken naar het tijdjaarbeleid. Ja. ja, jullie werken in audiovisuele productie. Mm -hmm. Het zijn geen gemakkelijke jaren geweest. In mm -hmm. corona ja, lag de eventsector plat, wat mm -hmm. dat heel belangrijk Een heel belangrijke klant voor jullie is, en ja. events algemeen ook mm -hmm. voor bedrijven. Ja, er is veel talent vertrokken uit de, uit de sector. Ja, voor meer werkzekerheid, voor, uh, omdat ze ja plots in die situatie terechtkwamen. Dus ik kan me wel voorstellen dat het vinden van profielen een serieuze uitdaging is. Ja, het is een serieuze uitdaging omdat ook het is een beetje een school of life ook onze sector. Heel veel mensen starten dat met de passie voor, voor lampenboxen. Mm. Er zijn niet echt opleidingen, dus. Ja, we hebben heel bitter weinig instroom. En die, die oudere generatie is er wat uitgegaan. Dus ja, dat maakt het zeer, zeer lastig. Een gemiddelde vacature duurt zes maanden om erin gevuld te raken. Dus dat, dat vraagt een hele grote inspanning inspanningen van ons. Oké, okay, een, ja, een zeer grote inspanning. Op welke initiatieven kan ik dat dan zien? Hoe jullie daar proberen beter in te zijn of meer naar buiten te komen? Uh, ja, we proberen heel veel op sociale media mensen te gaan zoeken, heel veel promofilmpjes te maken, maar ook wel heel sterk in te zetten op onze employer branding, te tonen hoe leuk het hier is om te werken. Um, we proberen ook wel um, onze mensen die hier al vast werken, dat zijn onze ambassadeurs, uh, hen ook te betrekken in dat uh, verhaal van nieuwe mensen aan te werpen. Nee, we werken ook met een um, je noemt het een referral pro programma, zodanig dat als ze iemand aanbrengen, kan dat ook, uh, wordt dat ook beloond. Uh, dus we proberen dat echt op heel veel verschillende manieren te doen. Uh, maar evident is het niet. Nu, het is niet omdat het niet evident is dat het niet lukt. Uh, en we proberen ook actief te gaan naar de scholen, uh, die podiumkunsten uh, um, uh, voorzien. Uh, maar ook zelf geven les om daar mensen. Overtuigen om eventueel bij John en Jane te komen werken. Dus ja, het is op heel veel verschillende vlakken dat we dat moeten. Uh moeten ja, aanboren. Oké, okay, en ja, naar het recruteringsproces aan ja. zich dan. Zes maanden om een vacature te vullen, moeten ja. jullie dan minder kritisch zijn? Proberen jullie daar op een andere manier naar te kijken, naar de aanwerving ja. van profielen? Ja, we pro proberen daar echt op een andere manier naar toe te kijken. Uh, we gaan niet gaan kijken naar bijvoorbeeld: jij, kan, jij bent al actief in, in de sector van klanklicht en video. We gaan kijken naar je hoesting. Pas je binnen het team. En als die competenties er zijn, ja, dan gaan we daar gewoon mee aan de slag en gaan we die zelf opleiden. Wij kiezen echt voor de weg vooruit. Stilstaan is geen optie. Oké. Okay. Ja, je vertelde me ook, ja, in deze sector veel mensen vanaf hun 18 jaar. Ja. Dus die, uh, of, of vanuit uh, bijvoorbeeld de, de jobmarkt, um, die misschien nog geen voorgaande ervaring hebben. Hoe proberen jullie ze dan te integreren of, of de sector te versterken om die instroom te gaan garanderen? We, ik heb uh, heel corona ook altijd wel een voortrekkersrol proberen te spelen uh, binnen de sector. Maar nu ook, hey, wij zijn samen bezig met de Event Confederation om hier in West-Vlaanderen een boosteropleiding te starten uh, in samenwerking met de VDAB. En dat komt dan wel alle bedrijven te goede, maar ik denk, also, het, is een, het is een gemeenschappelijk iets dat we moeten aanwerken. Maar we zijn ook aan het kijken met commerciële partners om eigenlijk boosteropleidingen te organiseren, zodanig dat we niet alleen... Uh, Instroom hebben van mensen die gepassioneerd zijn door de, die lamp in de box, maar mensen die die passie kunnen krijgen um, en dat we hen meenemen in dit verhaal hier. Oké, okay, en die boosteropleiding, wat houdt dat dan specifiek? Ja, de boosteropleiding is als we twee weken dat ze echt eigenlijk een prik krijgen um, van de sector um, en dat ze eigenlijk daarmee aan de slag kunnen. Okay. En we kunnen we starten binnen een bedrijf. Pas op, dan moeten ze nog altijd heel veel leren. Maar dan hebben ze misschien al een notie wat bepaalde is, wat een bepaalde lamp doet. En dat kunnen we je wel de rest leren. Oké. Okay. Mensen komen hier toe, de vacature is gevuld. Ja. Um, jullie proberen ook echt naar die attitude en zo te kijken. En je zegt mij nu zelf: ja, is het die boosteropleiding of is het iets anders? Er moet nog veel geleerd worden. Hoe proberen jullie dat aan te pakken? Is er een bepaald traject na nou, wanneer er iemand aangeworven is? Ja, sowieso is er een traject. Iedereen die bij ons start, moet enfin, iedereen die bij ons werkt, uh, krijgt eigenlijk twaalf opleidingsmomenten. Uh, dat is individueel, omdat. Bij ons is het niet alleen de technische kennis die belangrijk is, maar ook de soft skills. Hoe ga je om met klanten? Hoe, hoe, hoe ga je om in een, met een groep? Enzovoort. Dus iedereen krijgt bij ons 12 op, uh, individuele opleidingsuren. Nee, dat is één op één. En daarnaast moet iedereen ook minimum 30 opleidingsuren volgen. Dus samen is dat 42 uur dat echt wel wordt ingezet. Dat is een hele grote investering dat we daarin doen. Oké, okay, en probeer jij dat dan op te volgen met deze mensen? Of is het dan de externe HR-manager? Ja, we hebben eigenlijk twee coaches. Die, uh, en het is ook wel de verantwoordelijkheid van, de, van onze medewerkers om die, uh, die afspraken te maken, in dialoog te gaan met die coach. Dat is niet iets waar ik tussen zit. Dat is, we, we werken echt wel op empowerment van onze mensen ook. En uh, zij krijgen dan een persoonlijk opleidingsplan, uh, een POP. Uh, en daarmee gaan zij aan de slag. Jullie ondernemen veel initiatieven op vlak van instroom. Het is ook nodig. Zes mm -hmm. maanden om een vacature te vullen is zeker niet weinig. Mm -hmm. um, maar dan kan ik me voorstellen, ja, jullie sector nog zoveel meer dan anderen, dat het behoud van jullie medewerkers. Enorm belangrijk is, nog zoveel belangrijker, ook wanneer je werkt met freelancers, mm -hmm. die kunnen beslissen van de ene dag op de andere om te vertrekken. Wat zijn enkele van die initiatieven die jullie proberen te ondernemen om echt die medewerkers en die freelancers te binden aan ja. John en Jay? Bij freelancers proberen we bijvoorbeeld heel snel over te gaan naar betaling. Als zij hun factuur sturen, betalen wij binnen de zeven dagen. Ja, dat is eentje die, die heel gevoelig ligt bij freelancers. Maar ook duidelijke communicatie. We hebben een heel mooie uh, onthelbrochure. Wat wordt van je verwacht? Wat, verwacht wat, verwachten, wat verwachten wij van jullie? Wat verwachten jullie van ons? En we gaan ook freelancers gaan evalueren. Of zij mogen ons ook evalueren. Ja. Uh, maar ook gewoon open communicatie, flexibiliteit tonen. Duidelijke planning. We hebben, heel mooi, we hebben hier accountmanagers die super werk doen om uh, alles mooi in planning te steken. We hebben een app die super goed werkt. Um, en dat is constant investeren in mensen. Maar bijvoorbeeld nu, uh, heel toevallig, uh, gaan alle freelancers ook een, een gift worden opgestuurd, um, die uh, te maken heeft met de sector en dat ze kunnen gebruiken. Um, maar uh, we doen elke zomer een, een, een summer barbecue en wij verwachten altijd de top van mensen. Bij John en Jane, we go always for gold. En als we dan iets doen voor onze mensen, moet dat ook gold zijn. Dus we hebben hier bijvoorbeeld deze zomer een barbecue gedaan, met alles erop en eraan. Want wij eisen dat, dus moeten zij dat ook wel terugkrijgen. Um, en wij eten samen. wij... Ja, weet je, respect. Uh, het klinkt zo melig als iets, maar um, elkaar echt is de basis van alles, van elke relatie die je doet. En wij proberen dat enorm uit te stralen en nabij te zijn. Uh -huh. en, en dat werkt. Oké, okay, en dat lijkt mij ook wel een uitdaging voor jullie, want ja, jullie werken vaak op locatie. Ja. Dat is audiovisuele producties gegaan waar de klant zijn event organiseert. Ja. Dus deze mensen zijn er misschien niet altijd, ja. of die moeten alleen maar naar die verschillende locaties ja. gaan. Hoe proberen jullie daar? Daar ja. alleen nee. tegemoet te komen. Ja, en dat is, dat is een hele grote uitdaging. Maar bijvoorbeeld, een paar weken geleden ben ik opgevlogen uh, naar Dubrovnik um, om, om er te zijn voor de mensen. Um, maar evenzeer ga ik op producties om te tonen van, ja, wij. wij om te tonen van de interesse te tonen. We zijn er. We, we, we zien jullie werk. We, we horen jullie. Dat is zo belangrijk. En ook omdat ik het super tof vind, hetgene dat wij doen. Ik kan er ook altijd wel sentimenteel van worden. Maar zij doen dat. Hè. Ik zit hier heel vaak op een stoel om onze strategie uit te denken. Maar zij moeten het wel doen. Dus het, het is niet, ik ben niet superieur. Verre van, wij staan tussen hen. Want het is alleen maar als team dat je het kan bereiken. Mm -hmm. En daardoor moet je ook wel een hele grote betrokkenheid tonen, um, want dat krijg je ook altijd terug. Mm -hmm. En kan je dat, ja, jullie zijn aan het roeien, ja. zeker tegenover coronatijden, mm. is dat nog altijd gemakkelijk om dat te blijven doen naarmate je groeit? Want ja, je kunt niet altijd blijven aan de tafel nee. zitten, zeker als je met een grotere familie bent. Nee, en, en dat is de grootste uitdaging. En dat is voor mij ook wel, naar de toekomst, hoe gaan we dat... Dat kunnen blijven managen, um, omdat ik die betrokkenheid immens belangrijk vind. En ik denk, ja, ik, ik zeg het soms, ik voor mijn nauwe politiek in mijn bedrijven, hey, ik weet alles van iedereen en ik ga dat ook wel blijven doen en daar blijven op hameren. En dan moeten maar andere mensen bepaalde taken van mij overnemen. Okay. We hebben het over medewerkers op payroll, we hebben ja. het over freelancers. Wat, ja, je hebt ervaring met beide. Is er iets dat een preferentie voor je uitdraagt? Is er. Iets dat je, als je kijkt naar het statuut van freelancer, dat je zou veranderen of een, op een andere manier mee omgaan? We, wij hebben nu gekozen om meer mensen vast in dienst te nemen. Uh... Maar we hebben wel een poelen van, van freelancers die John en ⁇ Jane enorm genegen zijn. Uh, en samen met onze vaste medewerkers, omdat de John ⁇ Jane Believers, uh, John ⁇ Jane is ook geruid door een aantal mensen, een aantal freelancers die echt in ons geloofden. Dus we nemen die ook wel altijd mee. Uh, maar we merkten dat de ad hoc freelancers die niet die verbondenheid hebben met ons, niet die, niet die waarden en normen van John ⁇ Jane uitdragen, ja, dat we daar wel een stukje. Vanaf willen, dat klinkt zeer negatief, omdat we dat met vaste medewerkers dat wel veel meer kunnen uitragen waarvoor John Jane in staat. Uh, dus dat is wel belangrijk uh, om daar verder te gaan voor ons. En het statuut van freelancer uh, in onze sector is dat gekomen omdat wij geen paritair comité hebben ook. Hè. Onze sector is een jonge sector, de, is van de jaren zeventig. Uh, dus we zijn daar volop aan, aan aan het bouwen, maar we hebben geen paritair comité. En dat maakt het allemaal wat uitdagender. Dus we hebben eigenlijk geen specifieke wetgeving die op onze sector is geënt. Oké. Okay. En zijn er dan bijvoorbeeld al mensen die van freelancer naar vast in dienst ja. zijn gegaan? En ja. wat speelde daar vooral? Wat moest je hen mee overtuigen? Of wat bleek dan achteraf uh, anders te zijn aan de realiteit van werken uh, vast ja, in dienst? we moesten hen overtuigen dat dezelfde vrijheid bleef. Uh, en uh, we hebben dat ook wel uh, kunnen tonen. Dus we zitten nu met uh, de, drie mensen die ooit freelance voor ons werkten, die we nu vast in dienst hebben. En die merken eigenlijk geen enkel verschil. Die hebben wel die we merken wel een verschil, die moeten niet meer naar een boekhouder, die moeten niet meer denken over voorafbetalingen die ze moeten doen. Die hebben hun loon en dezelfde flexibiliteit en dezelfde vrijheid. En voor is dat echt wel is dat super tof. En ik denk ook dat je als werkgever dat moet blijven bieden en ook hen de uitdagingen buiten deze job kunnen laten doen. We hebben een voorbeeld van een van onze medewerkers die toert met mama's jasje. Ja, dat is niet, dat is geen, dat is niet bij ons. Maar I don't care. Uh, zij hebben dan hun genot. Zij kunnen dat doen. En dat maakt ons als firma ook wel sterker. Oké. Okay. En misschien dan om af te sluiten. Ja, jullie hebben heel veel ervaring in het werken met freelancers. Het, er is geen statuut in jullie sector. Er zijn heel wat uitdagingen daarmee verbonden. Mm -hmm. Welk advies zou je geven aan gelijkaardige organisaties die ook twijfelen over werken met freelancers? Over hoe dat ze die samenwerking kunnen maximaliseren? Hoe dat ze die binding met het bedrijf kunnen gaan garanderen? Ik denk dat de communicatie de key is van alles. Heel duidelijk wat je verwacht. Oh, niet alleen op papier zetten, ook mondeling. En ook wel betrekken, ook die freelancers laten betrekken in, in je organisatie. Want uh, weet je, um, ik heb niet de waarheid in pacht. Um, dus je laten informeren, en dat zelfs dat we doen met ons hr Plate ook. Ja, dat helpt, dat maakt je sterker als organisatie. Dankjewel, Katrien, om uh, meer te delen over uh, hoe het hier aan toe gaat bij John en Jane op vlak van HR-beleid. Ja, gedaan. En nu gaan we eens luisteren bij Alexander, die hier technische freelancer is, hoe hij dit HR-beleid ervaart, maar ook hoe het is om freelancer te zijn en wat hij daarvan verwacht. Dag Alexander. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij werkt hier uh, bij John en Jane als freelancer. Ja. Hoe lang ben je al aan het werk? Ik werk hier nu denk ik ongeveer rond de zeven jaar. Zeven jaar. En heb je voordien al voor andere bedrijven ja, gewerkt? Ja, nog voor andere bedrijven hiervoor gewerkt ook. En tijdens die zeven jaar ook. Oké, okay, en wat is jouw well, verantwoordelijkheden hierbij? Ik ben hier vooral eigenlijk productieverantwoordelijke, dus ik maak dat de jobs voorbereid zijn en ga mee op job om te maken dat de communicatie met de klant daar ook gebeurt en dat de job uiteindelijk uitgevoerd wordt zoals de klant ze verwacht. Oké, okay. ik heb daar net al Katrien een beetje het vuur aan de schenen gelegd over ja, waarom is het leuk om hier te werken bij John and Jane. Wat gebruiken zij om mensen te overtuigen om hier te komen werken? Maar kan jij mij misschien vertellen wat jou over de streep heeft getrokken zeven jaar geleden om bij John and Jane te starten? Ja, ik denk dat de, de gemeente interesse tussen het bedrijf en, en de freelancer er moet zijn. Ik denk dat als jij als freelancer wilt je, je niveau omhoog halen, dan moet je dat ook doen bij een bedrijf die zijn niveau omhoog wil halen, bijvoorbeeld. Okay. Ik uh, ben iemand die graag de mensen geeft wat dat ze uiteindelijk ook willen. Ay, zoals bijvoorbeeld een trouwfeest, voor die mensen is dat de dag van hun leven. Ja, dan wil je ook maken dat die mensen de dag van hun leven hebben. En ik denk dat John en Jane daar hetzelfde willen doen als ik. Mm -hmm. Oké, okay, en hoe heeft John en Jane dat dan duidelijk gemaakt tijdens ja, niet, ja, het recruteringsproces of wanneer als je gestart zit? Dat groeit, denk ik. Ik ben hier begonnen onderaan de ladder. Mm -hmm. Gewoon de eerste job via collega's binnengeloodst. Binnen um, en dan ga je de eerste keer mee en dan groeit dat. En dan merk je van die mentaliteit. Heerst zowel bij mij als bij het bedrijf. Dan ga je er meer gaan werken voor dat bedrijf ook. En dan ja, de rest is, uh, is waar dat we nu zijn, denk ik. Oké, okay. okay, we spreken over Je bent freelancer. Je hebt de keuze om voor verschillende bedrijven te werken of, of te af te wisselen. Wat is voor jou de belangrijkste reden om freelancer te zijn? Wel, ik ben nu van de mening dat het probleem een beetje bij vaste werknemers is dat je vastzit aan, aan je maximaal uren dat je kan doen, waar dat de, de overheid u namelijk oplegt. Bij freelancer heb je dat niet. Dus wat het voordeel heeft om, om meer uren te kunnen presteren. En nu dat ik nog kinderloos en dergelijke ben, is dat een reden om nu misschien meer geld te verdienen om dan later. Als er misschien sprake is van kinderen, dan toch misschien een loondienst te gaan. Oké, okay, dus een loondienst zou voor u vooral gedreven zijn, wanneer dat je minder echt het maximaal eruit kunt halen van te, ja, te gaan werken. Ja, ja, en dan te zeggen van kijk, nu gaan we het iets rustiger aan gaan doen. Omdat het sociale leven en het leven thuis dat uh, dat ook wel vraagt oké okay. en waarom denk je ja, je werkt er nog met andere freelancers samen maar in jullie sector is dat ook wel iets dat uh, vaak vertegenwoordigd is het freelancen aan zich waarom denk je algemeen dat mensen het freelance statuut graag behouden ik denk omdat het ergens een beetje wel vrijheid geeft ook um, onze sectoren uh, en zeker de collega's zijn uh, je wilt iets van vrijheid hebben, omdat je dan de keuze hebt dat je zelf kan beslissen waar, waar ik ga werken. Um, we hebben zeer verschillende soorten jobs, dus dat geeft ook een ding. Dat als ik graag een festival doe, en dan ga ik een festival gaan doen bij een bepaalde firma. Mm -hmm. En al wil ik alleen maar festivals doen, ja, er zijn firma's die dat niet kunnen aanbieden over een heel het jaar, dus dan ga je dat bij verschillende bedrijven gaan zoeken over een heel het jaar door. Tegenover als je vast zit bij één bedrijf, ja, dan hang je ook vast aan de projecten die dat bedrijf heeft. Oké, okay, dus die focus echt op wat je kan doen. Niet alleen dat je gewoon kunt vertrekken of, of beginnen ergens, maar vooral ook de verscheidenheid aan werk dat je kunt gaan doen of waar je interesse dan gaat liggen. Ja en vooral een interesse is ook welke job zelf, wel, welk aspect wil ik eigenlijk doen in mijn job. Wil ik meer gaan naar licht, naar audio, naar, naar video? Ja, als een bedrijf alleen maar audio heeft en, en je wilt verder gaan in het licht, ja, dan gaat dat niet matchen. Dus vandaar dat de keuze tussen voor veel uh, freelancers, denk ik wel, daar zit om of bepaalde materiaal om te kunnen werken of iets dergelijks. Ja. Oké, okay. en als je dan ja, je spreekt over uh, de mate waarin dat je werk kan kiezen en hoeveel werk je kan verrichten, moest je nu naar Loondienst overgaan, wat is voor u wel belangrijk, want ja, je bent het freelancer al gewoon. Wat zou voor u belangrijk zijn om in loondienst te hebben, of, of dat, dat je verwacht van John en Jane dat ze daar hier in zijn gemoed hebben. Ik denk vooral de, dat je daar op de juiste plaats moet zitten, inderdaad. Dat je moet de job hebben die ook effectief voor je op je lijf geschreven staat. Dat je niet de juiste job hebt, gaat je, je sneller gaan vervelen en gaat sneller vreveling brengen bij het bedrijf en u, waardoor dat dan een probleem zal worden. Ik denk voor de rest, ja, de, de, de mentaliteit tussen een bedrijf en u moet, moet goed zitten. Als diezelfde verstandhouding is, dan, dan gaat dat werken anders niet. Oké. Okay. Bedankt al sinds om meer te vertellen over waarom jij hier graag werkt en Geen waarom dat je freelancer zijn op de dag van vandaag nog steeds uh, leuk vindt om te doen. Geen probleem. Zo meteen spreken we met Enzo, die hier vast op de payroll is, om eens te luisteren waar het verschil zit uh, in zijn ervaring. Dag, Enzo. – Dag, Maarten. En zo, jij werkt hier bij John en Jane. Uh, kan je mij misschien wat meer vertellen over wat jouw rol inhoudt? Ik ben accountmanager. Dat houdt in dat ik eigenlijk het contact met de klanten doe. Dus een project dat binnenkomt zorg ik dat het contact met de klant onderhouden wordt. Um, en langs de andere kant zorg ik ook voor de planning van de projecten. Dat houdt in dat ik het contact doe met freelancers en met onze vaste medewerkers om te kijken dat eigenlijk de juiste profielen op de juiste jobs zijn. Zodat onze klanten um, een premium service kunnen krijgen. Oké, okay, en hoe lang doe je dat hier al? Ik doe dat nu ongeveer een jaar en een half. Ik ben gestart in augustus vorig jaar. Oké, okay, was het je eerste job of heb je al iets anders voordien gedaan? Um, het was mijn eerste job. Ik ben eigenlijk meteen gestart na mijn um, studies. Heb ik, uh, ben ik graag de slag kunnen gaan. Oké, okay, en hoe ben je hier terechtgekomen? Hoe, hoe kwam John en Jane op de radar bij jou? Um, in mijn laatste jaar als student heb ik een um, debat georganiseerd over de toekomst van de evenementensector. Omdat op dat moment was het uh, coronabeestje nog in volle optocht. En um, we maakten ons wat zorgen. En Katrien, de managing director van het bedrijf, was een van de gasten toen en zo ben ik in contact gekomen met Katrien. Ik volgde het bedrijf eigenlijk al iets langer um, en toen ik dan een vacature zag passeren dacht ik van kijk, let's take the shot. Oké, okay, en wat sprak je dan aan om bij John Jane te komen werken? Het, um, het sprak mij enorm aan om voor een audiovisuele firma te werken omdat ik altijd heel veel interesse heb gehad in de technische kant van een evenement um, en dan gaandeweg ben ik er gekomen dat John en Jane ook wel staat voor Net dat stapje meer, net dat um, gekkere productietje. Um, ook tijdens onze jaren als student hebben we een aantal cases gekregen. Waarbij dat dan John en Jane de audiovisuele partner was. En um, zo leer je ook wel dat het bedrijf net dat stapje verder gaat. Oké, okay, en je werkt hier nu een jaar en een half. Wat zijn voor jou op de dag van vandaag nog altijd de belangrijkste redenen waarom je hier graag werkt? Het feit dat wij de, de mogelijkheid hebben om telkens met de klant mee te gaan denken om dat stapje verder te gaan, zoals ik daarnet zei. Um, wij zijn niet tevreden met het was oké, okay, het was goed, maar wij willen gaan voor de perfectie. Um, en ook de familiale sfeer die hangt binnen het bedrijf, vind ik heel belangrijk. Dat zorgt ervoor dat het um, toch wel aangenaam is om je werk te doen. En hoe heeft Katrien dan in dit geval dat duidelijk gemaakt in het uh, instroomtraject? Wanneer je solliciteerde hiervoor? Um, dat werd eigenlijk duidelijk doordat toen ik solliciteerde, werd ik eerst uitgenodigd voor een videocall. Um, met iemand die externe HR doet voor um, John en Jane. En toen ik achteraf werd uitgenodigd voor een tweede gesprek, was die persoon ook aanwezig. En de manier ook waarop dat gesprek verliep, voelde ik mij meteen op mijn gemak. Het, het, het voelde goed om te babbelen over de job en over wat dat mijn competenties waren en zo. Dus dat, dat voelde gewoon juist op dat moment. Oké, okay, welk advies zou je dus geven aan bijvoorbeeld uh, als je vrienden zouden solliciteren bij uh, bedrijven, waar dat zij voornamelijk moeten op gaan letten, of, of wat belangrijk is in dat recruteringsproces? Ik zou, ik zou hen sowieso aanraden om, om te kijken voor een, een bedrijf waar je je goed voelt. Um, de naam of de, de manier hoe dat een ander kijkt naar het bedrijf maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is jij die dat je goed moet voelen bij dat bedrijf en bij de waarden en normen waar dat bedrijf voor staat. En als je die op een. Aangename manier kan ervaren tijdens je sollicitatiegesprek, en dan is dat denk ik alleen maar een meerwaarde. Mm -hmm. Daarnet zat Alexander hier op deze stoel en Alexander is freelancer. En uh, ik heb hem ook gevraagd waarom hij specifiek dat freelance statuut, waarom dat hij dat graag heeft en wat daar belangrijk is voor hem. Jij bent vast in dienst, waarom uh, ambiëer jij vooral om op payroll te staan om die uh, vast in dienst te gaan zijn? Ik denk dat je bij beide situaties heb je voor- en nadelen. Um, maar ik denk dat het grote voordeel bij vast in dienst zijn is dat je, ik weet in principe volgende week maandag om negen uur start mijn job opnieuw. En ik weet ook binnen drie maanden, als alles goed gaat, heb ik nog altijd een job. Waarbij dat je als freelancer eigenlijk continu bezig bent met van oké, okay, ik heb volgende week nog een aantal gaatjes. Ik moet nog eens een aantal van mijn klanten gaan aanspreken, want ik kan dan nog werken. Dus je hebt veel minder die zekerheid voor te, voor te werken. Ook wat aan mij is duidelijk geworden tijdens de laatste coronagolf is dat um, bij John Jane staat de werknemer ook wel altijd um, in het goede daglicht. Omdat ook al ging het minder goed, ook al is er een situatie waar dat het eigenlijk met het bedrijf dat er weinig job is, zorgen ze er wel altijd voor dat je toch die werkzekerheid hebt, dat je toch aan de slag kan blijven, dat je eigenlijk minimaal eigenlijk de nadeel ervan ondervindt. En dat zorgt ervoor dat dat wel voor mij een belangrijke reden is om werknemer te zijn. Oké. Okay, ik heb daarnet ook aan Katrien gevraagd, omdat jullie werken met veel freelancers. Je bent zelf account manager, je gaat dagelijks of wekelijks om met freelancers die je op projecten gaat gaan inschakelen. Wat merk je dat belangrijk is voor hen in de samenwerking met een bedrijf zoals John Engine? Ik denk dat het voor hen enerzijds belangrijk is dat ze voldoende uitdaging vinden in de jobs. Uh, maar ik denk dat wij dat zeker kunnen bieden, maar ik denk dat het ook langs de andere kant een transparante communicatie zeer belangrijk is. Waar gaat de job door? Hoe laat starten we? Tot hoe laat duurt de job? Weten we de uren al definitief of niet? Dat is ook iets dat we altijd meegeven van, kijk, momenteel ga ik uit van een startuur om tien uur bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar het schiet mij ook niet uit als ik volgende week moet bellen van, we gaan om negen uur moeten beginnen. En dat is een beetje een, een geven en nemen dat je, dat je moet opbouwen met de freelancer. Oké, okay. bedankt Enzo. Graag gedaan. In de volgende aflevering van Herbekeken gaan we op bezoek bij BrightPlus, die meertalige professionals gaat tewerkstellen bij verschillende ondernemingen.